en de nu. In de volgende wedstrijd, Sparta met Frank van der Slot tegen PEC Zwolle Stefan Vellinga. Zwolle die nog gelijk heeft gespeeld tegen Twente hiervoor. 2-2, enige puntje binnengehaald. Iedereen was drie wedstrijden. Is dat je enige puntje? Ja, jij? De vorige speelronde. Terwijl Sparta. Fijne wedstrijd. Heb je wel gewisseld? 3-0 heeft gewonnen van Willem 2. Nee, dat is niet nodig. En Sparta is begonnen met de aftrap. Ja. Breed naar Montoya. Montoya naar Bill. Bill gooit direct de trucendoos open en speelt Martial in. Zo doen we dat. Nu. Direct de flank opzoeken. Maar bouw het onderschep. Show naar Iniesta. Slechte aankoop. Goeie sliding. Fucking hond. Nu. Willian. Langs de zijlijn. Goeie voorzet. Oh. Hoekschop. Oh nee. Oh, ik paaste. Oh, Gerrit Bill. En nu Willian weer terug met de bal. Ja. Heeft de bal voor. Naast gekopt. Zwakke kopbal. De game met de doeltrap. Kopduel wordt gewonnen. En Martial. Martial is een veel gebruikte speler bij de meeste teams. Nu. Ik had de AD gelezen vanochtend. Griezmann met een goede pas op Suarez. Maar verliest de bal aan Reed. Reed zit weer goed op de brommer, die rijdt. Oh. Een rommelige wedstrijd. De bal wordt heel het ingeleverd bij elkaar. De voeten. En een lange bal van achteruit. Kopduel wordt gewonnen. En Sturridge aan de bal. Oh, scheids. Doe niks mee. Is dit jongens? En PEC Zwolle nu met een gevaarlijke aanval. Met een cross. Maar de bal wordt weggewerkt. Griezmann. Speelt Bill in. Bill weer terug naar Griezmann. Suarez naar Bill. En een cross. Maar de bal wordt onderschept weer. Willian. Met veel ruimte voor zich. Gaat hij de achterlijn halen? Nee. Oh jongens, hou op. Wat is dat voor commentaar? Gaat die dagelijks luiden? Nee. Kom erbij jongens. Bill, Montoya. Montoya naar Kante. Rodriguez op Bill weer. Naar Suarez. Griezmann steekbal op Kante. Hou de bal goed in de schep. Sturridge. Sturridge met een cross. Wie staat daar? Bauer corner gekopt. Staat daar? William met de corner. Weggestomd door De Gea. N'Golo Kante. De bal in een Bill. Ruimte voor de counter. Montoya. Lange paas, maar de bal wordt onderschept. Oh, goed timing. Griezmann. Met de pirouette voorbij, maar Riet onderschept. Oh! Was dat een schot? Ja, dat is buitenspel. Oh. Joris, lange bal naar voren. Gevopt. Dat leek echt op een lange pas. Ja, dat hadden ze ook weer gemaakt. Fuck, me opletten. Kom. Julian met een goede paas. Legt hij af? Nee, schiet zelf. Keeper stopt. Oh, wat een scrimmage. Bijna de bal erin. Maar goede redding van De Gea. Suarez breed naar Martial. Martial met de hoge bal op Bill, maar onderschept teruggekopt op de keeper, Joris. Dat was even rust in de tent, bij Zwolle. Al rust in de tent. Hij ging nu wel met de lange bal. Tot nu toe nog weinig, 100% kansen. Oeh, die van mij net, joh. Is weinig, gaan we bezig, gaan we bezig. Weinig 100% kansen. Ga door. Sanchez. Ja, serieus? Nee, dat was ook niet de bedoeling, man. Oh.
En een mooie aanval van Sparta nu. Nee, nu creëren wij nog kansen, man. Oh, zelfs die kansen van mij net, joh. Weggekopt, man. Jullie verdedigen. Oh. Alles wordt weggekopt. Jongen, wij zijn... Wat kijk, doe kijk, jij? Kijk, wij zijn wat zo, is dit? Wij zijn zo goed aan elkaar gewaagd. Gewoon een heerlijke pot om naar te kijken voor... Ja. Als dit zo doorgaat, zal je echt wel zien dat een van deze twee teams degradeert uit de E-divisie. Mogen deze uitspraken gewoon? Oh, wat een knal van Paul Pogba. Ik breng ze van mijn enkel. En 1-0. Gaat PEC Zwolle dan eindelijk de eerste drie punten binnenhalen tegen Sparta. Kom maar goed, jongen. Kom erbij. Het is makkelijk zeggen als je 1-0 voor staat. Ja, nee, hoezo? Ik moet echt... Suarez hier weinig kansen, zegt hij. Werelddoelpunt net. Legt af op Martial. Bij het spel, bij het spel. Goed gezien. Ja. Je staat ook aan het fluiten, zie je? Ja. Beste scheidsrechter ever. Montoya. Jongens, zit er wat in mijn nek? Oh, lekker. Krijg hem op. Bill. Bal wordt onderschept door Luc Shaw. Een ingooi voor Sparta. Oh! Gefopt. Modric legt af op Griezmann. Naar Kante. Kante naar Suarez. Onderschept. Oh. Weer rommelig ingeleverd. En 1-1. Hoe kan zat eraan te komen. Bal wordt ingeleverd. Uitverdedigd door het midden, dat kan nooit. Zijn natuurlijk kinderfouten. Mag blij zijn. Mag nooit gebeuren. Doe even je juist niet. Net en de 1-1 is binnen. Jij deed die? Courage. Jij? Ik weet niet meer. Ik sta zo voor als ik score. Check uit, hè. Oh, jongens, slordig, man. AD had ik gelezen, hè, gisteren. Ik verteld, toch? En een goede steekbal op Martial. Auw. Geen overtreding. Zij staat er fluit niet. Verbaast me. Enigszins. Kom op, man. Kante. Kante als spelverdeler. Sturridge. Ah. Wat dan? Ach, halftime, jongen. Je liep zo door. Twee schoten. Rommelige wedstrijd. Ik zag die bal aan de zijkant. Die komt wel een hoogtepunt, hoor. Dus, een echte degradatie nu wel. PEC Zwolle gaat wat sleutelen aan de formatie. Nee, hij zijn niet. Sturridge gaat eruit. Aubameyang. Ja. Nou ben je... Krijg je meer snelheid voorin. Nee, zijn even snel. Serieus? Nee, Aubameyang is even... Dacht al, kan toch niet. En nu? En nu, wat nu weer? Sparta legt bal breed op Bill. Shaw onderschept, pas naar Riet. Riet naar Kante. Spel verdelen. Kante naar Pogba. Aubameyang levert de bal in. Dat is een slechte pas. Ja, hele slechte. Dit dan. Griezmann. Spel is zo rommelig, dat gaat veel te snel. Voordat ik spelers naar mij heb opgenoemd, heeft de tegenstander alweer de bal. Suarez nu. Geblokt door Touré. Pogba breed op Hazard. Met veel ruimte voor zijn jongens. Ingehaald door Azpilicueta. Ja, die neemt de aanname van een nou, hè? Slang? Wat is het? Gaat toch niet? Ga die kant niet. Op Kante. Ja, dat is prima. Met een fake ingooi. Kante gooit de trucendoos open bij hij de ingooi. Hij doet het niet. Doe dat! En Hazard. Verliest tot nu toe elk duel van Azpilicueta. Slechte invalbeurt. Wat slecht. Ja, je hebt gelijk. Ja, Touré, Willian. En een goede bal op Pogba. Ja, net naast. Rustig. Gelijk. De spelers zitten zowat in het beeldscherm. Ik kan bijna niks zien. Hazard nu. Gaat Hazard nu wel een keer zijn man voorbij? Alweer niet. Oh, gebruik maar nu, de omgeving. Luc Shaw. Luc Shaw haalt nu wel de achterlijn met een cross. Doe dan! Keeper stomt de bal weg. Touré. Geblokt. Pogba wint kopduel.
Maar nu, snelle uitbraak voor Sparta. De linkerkant ligt alle ruimte. Nou, gaan we met Martial. Maar Smalling herstelt. Touré, steekbal op Willian. Zolang jij nu op mag ik? Willian, de speler staat voor hem en Willian probeert toch te versnellen. Ik heb een déjà vu. Echt, hè? Hoekschop voor Sparta. Nee, niet eens voor Sparta. Doe dan, man! Is het bang zijn mannen brengen hem in de war? Ik wil even wat doen. Pak je tijd. Goed. Sparta gaat nu sleutelen aan de opstelling. Andere formatie. Want het loopt niet. Nou, dat vind ik weer een beetje overdreven. Balletje loopt niet. Ja, hier zo. Ja, hè? Honden. Maar jij die wel kwijt raakt. Sterling is snel. Die is nog fris. Die is nog heel fris en die ontfutselt daar de Feyenoord. Vardy komt erin. En wie? Gomez. Gomez? Mario? Nee. Luigi. Waarom neemt Pogba mij? Zwolle houdt de druk. Legt de bal breed. Op Hazard. Goeie cross. Doe dat, man! Oh. Klauw! Doe eens rustig. Die speler daar. Ja, dat come on. Pogba, nog een voorzet. Kom op, nog een voorzet eruit gooien. En onder de druk blijft. Op de paal en... Zit er 2-1. Pek Zwolle. Hey. En nou wel even stoppen, wat kijk eens, man. Pek Zwolle. Ja, Pek Zwolle speelt ook gewoon beter dan Sparta op dit moment. Oh, dus vind je dat niet te geloven dat Sparta 4 punten heeft. Ik wil haar niet meer. Oeh, bijna de 2-2 in de gelijkmaker. Scorebord. Weer een goede redding. Hugo, noemen we ze ook wel. Ik ga toveren. Bill met de kort. En nu een scrimmage. Maar is dit geen penalty? Nee. Het was toch overduidelijk een penalty. Waarom doet de scheidsrechter niks? Ah. Nee, de scheidsrechter een beetje partijdig is. Momentum zit mee met de Zwolle. Jezus. Nu ingooi voor Sparta. Hij ligt nog op pagina hem. Hazard. Wat doet hij, man? Zo slechte invalbeurt, Hazard. Veel balverlies. Een rommelige wedstrijd hebben we het voorgeschoteld gekregen tot nu toe. Met een betere Pek Zwolle. Maar heel veel ruimte nu voor Luis Suarez in de 1-op-1. Maakt hij dit af? Nee, schiet voorlangs. Hoe kan dat heel veel ruimte liggen dan? Suarez in zijn beste tijden zou dit zeker hebben gescoord. Hè? En Sparta gaat wat aanvallender spelen. Kante met een goede kaats op Shaw. Shaw naar Hazard. Kante loopt in de diepte. Krijgt de bal ook terug. Kante. Gooi de trucendoos open. Goed. Dat bedoel ik, maar dit wel een schijntrap. Wil je dat hem ooit zien doen? Kante met een schijntrap. Bill. Bill met een dribbel. Goeie dribbel. Twee man kwijt. Goed. Ah, overtreding geen... Ja, toch wel overtreding. Op de paal, schot van Suarez. Het had weer uitstekende mogelijkheid op de 2-2. In de 82e minuut zitten we nu. En Sparta zal nu toch wat aanvallender, nog aanvallender moeten gaan spelen. Wil het nog iets gaan forceren. Maar Zwolle gaat nu de bus parkeren, à la Mourinho. Maar is dat misschien niet... En alle ruimte. Nu afleggen.
Tweede staat goal, 2-2. Lekker zeg. Iets te laat, bus geparkeerd. Bus parkeren, zo fucking... En nu gaan, wie gaat er nu nog alsnog met de buiten vandoor? Vijf minuten op de klok. Die bal aan de zijlijn. Voorzet gekraakt. Aubameyang ziet plaats. Zwak schot. De invallers van Zwolle die laten het niet zien, vooralsnog. Sparta begint nu wat beter uit de, voor de dag te komen in de slotfase van de wedstrijd. Met 4 minuten extra op de klok. En dan ga je weer langs de zijlijn. Juist. Bill voorover de bal bij die bal op het middenveld. En een harde tackle van Riet. Wat een zaag zeg. Levert slechts een gele kaart op. Een goede zaag. Een harde zaag. Oeh, goed schot van Suarez, maar geklemd door Joris. De wedstrijd is geëindigd in het 2-2 gelijkspel. Het zat eraan te komen, veel schoten. Ja, duidelijk. Statistieken liggen er niet om. Nee, ja. Nee. Goed, ja, zeg maar, wat vond je ervan? Ja. Zeg het maar. Eerste helft duidelijk pek. Ja, het ging tweede helft begin ook pek, maar ik vond later dat... toen kwam hij... In beide wedstrijden wel gelijk. Later kreeg hij echt wel de overhand. Je skill dribbelde echt goed, waardoor ik wel in de problemen kwam op een gegeven moment. Maar goed, ja, was je kwam vaak terug in, hè? Vaak uit achterstand kom je steeds terug. Maar goed, ik denk dat dit gewoon terecht uitslag is. Ja.